Dat, dat, dat was zoiets heerlijks en dan krijg je heerlijk eten aan boord en het was een ongekende luxe en je zag ook altijd plaatjes van beeldschone vrouwen die trippeltrappelen in zo'n vliegtuig gingen zitten en zo en dan ga je zelf vliegen en dan moet je economy class vliegen en dan zit je met, met 600 mensen niet waar opgepopt in, in zo'n aluminium pijpenlaag Het kunt u mij horen? Er was toch een vraag van een geschiedenisdocent die zei van Maarten, heb je een tip voor beginnende geschiedenisdocent? Oh, ja, daar heb ik wel een tip voor. Eh, houd u niet aan een methode, ontwikkel zelf een methode. Waar u ook les geeft, dat moet zijn op een school in een stad, misschien een groot dorp. Nou ja, een middelbare school, neem maar aan dat het over een middelbare school gaat, en, en begin met de geschiedenis van die stad. Of laten kindertjes hun grootouders interviewen over hoe anders het leven was in de jeugd van de grootouders. Dus zet ze, laten we zeggen, concreet aan het werk aan eigen historisch onderzoek. En leg daarbij uit wat, hoe, dat, hoe dat zit. Ja, je kunt veel beter geschiedenis aftellen van nu naar, naar achteren toe. Ik moet zeggen, ik ben zelf natuurlijk, toen ik naar de middelbare school ging, werd daar de semi-concentrische methode gebruikt, zoals dat heette. En dat begon gewoon in het oude Sumerië. Ik vond dat zelf verschrikkelijk interessant, geweldig eerlijk gezegd. Ik heb heel wat plakboeken en met, en met kaartjes en plaatjes verwaarderd. Maar ik denk, wil je ook de niet zo, zo hartstochtelijk geïnteresseerde overtuigen, begin met, met een soort concreet eh, onderwijs. Ja, maar do, ga, ga niet zo'n boek behandelen met de kinderen. Maar hoe zit dat op zo'n... Verzin zo zelf wat. Maar is het op zo'n school niet dat de directeur zegt... Hé, hey, beste docent Maarten, jij moet wel tijdens jouw lessen dit behandelen? Dan zeg je van, als u loopt te zeiken, dan ga ik naar een andere school... en dan zien ze absoluut geen leraren kunnen krijgen. Ja, het zou kunnen. Of je doet, gewoon, je doet gewoon wat je zin in hebt... zonder dat je er al te veel van aantrekt ja. wat de directeur ervan vindt. Ja. Ik wa waarom wordt er in het onderwijs altijd zo gezeurd? Merkte jij dat ook in jouw tijd? Ik denk omdat ze ruimte Heb ik... Uh, ja, er werd ook aan over het universitair onderwijs ook enorm gezuurd over. Dat je dat cursussen en vernieuwing en dat je met een overheidsproject. Dat heb ik ook nooit in de gaten gekregen hoe ik dat moest doen. Ik legde al die velletjes er precies verkeerd op. En dan moet je eigenlijk. Dat, dat ene, het duurt, eerst neem je enige tijd serieus de zaken waarover vergaderd wordt. Je denkt dat het wordt over vergaderd, dat zal wel belangrijk zijn. Dat kan maar niet anders. Hè? Tot je, ik denk dat is een aanloopperiode, ik schat dat het tien jaar duurt tot je begrepen hebt dat het over niks gaat, dat je er niets van aan hoeft te trekken. Ik, ik zie geen fundamenteel verschil tussen het onderwijs wat ik gaf toen ik net begon. Dus toen was ik, uh, weet ik, het 78. En het onderwijs wat ik gaf toen ik, toen ik vertrok. Uh, wanneer was het 2000. Uh, uh, Jeetje, nee, 65, 2008 ben ik vertrokken. Nee, fundamenteel zit daar geen verschil tussen. Je moet gewoon over een bepaald onderwerp, wat in het boekje staat, weet ik veel, de Koude Oorlog, moet je een leuk verhaal vertellen, dus dat doe je. Ja. En een leuk verhaal, dat, is, dat, is, dat was in 1971 net zo goed een leuk verhaal als in 2008. Ja. Dus ik zou zeggen, zet ze aan het werk. Ja, goede tip. De andere vraag is nog wat binnengekomen. Is de welke oorlog was logischer? Wereldoorlog 1 of Wereldoorlog 2? Nou, in, in principe is geen enkele wereldoorlog logisch. Omdat er enorme hoeveelheden vernielingen aangericht worden zonder enig effect, behalve negatieve effecten. En neem een land als Duitsland, wat natuurlijk direct betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog. Daar hebben ze een enorme hoeveelheid grondgebied in moeten leveren. En toen zijn die sukkels die zijn nog een keer begonnen. onder leiding van Adolf Hitler. En toen bleef er helemaal nauwelijks iets over van Duitsland natuurlijk. Want het werd ook nog in tweeën gedeeld. De DDR aan de ene kant, de BRD aan de andere kant. Ze verloren een enorme hoeveelheid gebied aan Polen. Zeg maar heel Silesië in feite. Dus ja, moet je kijken. Duitsland heeft twee oorlogen gevoerd. waarvan. Vele meenden dat ze gevoerd werden ten behoeve van de superioriteit van Duitsland in Europa. En het heeft ze niets opgeleverd. En na 45 hebben ze zich koest gehouden. En als je nou vraagt, wat is nu de belangrijkste natie in Europa? Dan is het Duitsland. Je ziet dus, een, een, wil je echt machtig worden, dan is het, zoals dat heet, ten aanzien van Engeland in een fit of absent mindedness. Hè. Je wordt gewoon belangrijk omdat je, omdat je soortelijk gewicht toeneemt. Denk aan de Verenigde Staten, die het in, 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 tot, tot en met de Tweede Wereldoorlog het niet gezocht hebben, de wereldmacht. En, en daarna hebben ze het gezocht en toen hebben ze fout op fout gestapeld. Dus nee, alle oorlog, echt elke oorlog, vrijwel elke oorlog die je kunt verzinnen, is, heeft, heeft uiteindelijk niets dan narigheid opgeleverd. Dus begin, er zit eigenlijk in het oorlogvoeren zelf geen enkele logica. Trachten tot elke prijs te vermijden. Desnoods leven je wat in, sluit een compromis. Het, het is van een, vooral ook nationale rivaliteiten zijn het algemeen van een verbijsterende kinderachtigheid. En zorg dat je niet ontspoort, dat is het probleem. He, het escaleert en iedereen wordt verschrikkelijk boos. En er is altijd we wel iemand die de eerste steen gooit. En die komt net precies tegen het hoofd van de agent. En dan krijgt hij een bloedende wond. En collega-agenten die worden pisser En die gaan er flink op rapen. Maar ja, je ziet het escaleren. Dus doe het niet. Ik, 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 ik kan niet denken aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog in termen van logica. Oké. Okay. Helder antwoord. Verzoek of wij iets, uh, en of jij dat ook kunt vertellen zonder iets op te zoeken, uh, over Stalin. Of we daar een keer een aflevering over kunnen doen. Ja, dat kunnen we wel doen. Ik ja. heb zeker een lang hoorcollege gegeven over Lenin en Stalin. Oké, okay. nou, dan kunnen we die twee misschien doen. Ja. Dat hebben we nog niet gedaan. Dus dat kunnen we misschien. Want we hebben eerst nog eventjes een staartje van de jeugdliteratuur. Ja, dat moeten we ook nog doen. Nee, we moeten nog iets doen over een staartje van de auto. Oh ja, klopt. De Fiat. Juist. Ja, het was toch flauw dat we Fiat zijn vergeten. Misschien nog wel meer auto's, maar dat horen we dan vanzelf wel van luisteraars. Nou, het ging ons natuurlijk om een heel specifiek soort van auto's, namelijk eh, relatief simpele en relatief eh, goedkope auto's. Die als sterke punt hadden dat het toch redelijk goede auto's waren. En dat ze dus bereikbaar waren voor de massa's. Die vooral na 45 en in Europa vooral na 1960 een auto zijn. Een auto hebben gekocht. Dus even... en wat je ook van het parkeerprobleem mogen denken, rijden kun je altijd. Ja. Dat je niet kunt parkeren, dat is een hele vervelende toestand. En die maakt natuurlijk dat er tal van objecten feitelijk per automobiel niet meer bereikbaar zijn. De binnenstad van Amsterdam is een, een goed voorbeeld. Ik geloof dat als je daar een pand koopt, dat je. Als er een garage bij is, betaal je geloof ik al drie tonnen extra. Of zo. Ja, dat is waar. Nee, maar goed, dat zijn dan meestal mensen die er ook weer een auto van drie ton in zetten. Dus dat, misschien moeten we daar niet te veel uh, verdriet over voelen. Uh, ja, dus even terug naar Fiat. Eigenlijk is dat deels hetzelfde verhaal als in Nazi-Duitsland. Ook het regime van uh, Mussolini. Ik dacht halverwege de jaren dertig, we moeten toch een autootje hebben waar. De modale aan de Italianen eventueel in wil rijden, in kan rijden. Al was een serieus wegennet in grote delen van Italië natuurlijk afwezig. Italië was een straatarm land uh, voor, in, voor 45. Dat moet je goed in de gaten houden. Ook wel wat minder, wel wat primitiever in allerlei opzichten dan Noordwest-Europa. Maar goed, uh, het, het regime stuurt bericht aan Agnelli. De directeur van Fiat, grootste autoproducent van Italië. Nog steeds, denk ik eerlijk gezegd. En kunnen jullie niet zorgen voor een leuk autootje? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben een ontzettend leuk autootje ontworpen. Het schiet er echt schattig uit, dat moet gezegd worden. Dat was de Fiat Topolino. Ja. Topolino betekent muisje. Of Mickey Mouse, zo je wilt, maar muisje. Een klein een muizig, een muizig autootje. Dat was verdomd een muizig autootje. En het hele idee was van die Topolino. Hij zou voor 5000 lieren. Dat je begrijpt, dat zijn niet de huidige lires, Maar dat zijn vroegere lires. Italië is altijd een land van razende inflatie geweest. Behalve natuurlijk de laatste decennia. Uh, hij zou voor 5000 lieren te koop moeten zijn. Maar ongelukkigerwijs. Hadden ze het waarschijnlijk verkeerd berekend hoe het in elkaar zat, maar hij kostte in de winkel 9000 lieren. Dat betekende dat hij eigenlijk voor de massa onbereikbaar was. Dat wil niet zeggen dat er niet nog enkele honderdduizenden zijn geproduceerd in de late jaren 30. Ja, in de jaren 40 natuurlijk niet, toen was de oorlog en in de late jaren 40 en in de jaren 50. Want die Topolino is geproduceerd tot 1955. Het interessante van de Topolino was ook dat bij het ontwerp van het muisje daar was een, een jonge ingenieur bij betrokken geweest genaamd Dante Giacosa. En Dante Giacosa was eigenlijk de hoofdontwerper van Fiat van de Topolino tot die met pensioen ging in 1970. Een absoluut briljante autoconstructeur, daar bestaat over geen enkele twijfel over. Maar, maar we hebben het gehad over Ferdinand Porsche. Die kent iedereen natuurlijk ook, omdat hij zijn naam aan een, aan een, aan een wonderlijke sportwagen heeft gegeven. Die, waarvan een reusachtige motor achter de achteras lag. Wat al heel zonderling was in allerlei opzichten. Maar goed, dat slaan we over. We hebben die man gehad, die is die, Gones, die de, 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 de Mini had ontworpen. Zeker, je hebt ook nog veel afgezien van Henry Ford natuurlijk, waarmee we begonnen zijn. Maar Dante Giacosa is zeker even belangrijk als de genoemde heren, maar is niet zo beroemd geworden. In 1955 wordt de Topolino, overigens de aller allereerste auto bij mij in de straat in Wageningen, was een tweedehands Fiat Topolino, die door mijn vader altijd Little Bill werd genoemd. Of ook wel het Mercedes-eitje. Weet je de kleur nog? Nee, dat weet ik absoluut niet meer. Hij was, hij was van onze buurman, die bakker van beroep was, en hij parkeerde hem in de tuin. En dat is, was wel het aantrekkelijke van de Topolino. Je kon hem eventueel ook gewoon rechtop zetten en dan naast de meterkast in de gang. Dat was ook wel een mogelijkheid van de Topolino. Het is, als je het ziet, zoek het op. Het is een schat van een autootje, ja. zonder meer. Er zijn kleine wijzigingen aangebracht. Het is een iets groter motortje gekregen in de loop der jaren. Maar goed, in 1955 wordt de Topolino vervangen door de Fiat 600. Ik weet niet, dat zei jou ook niet zoveel meer zeggen. Neem ik aan, de 600. Nou, ik heb ze een keer op zo'n event gezien. Een, een Fiat 500 event. Wacht even, uh, en... de Fiat 500, ja, daar moeten er. we nog komen. Dit is de 600. Dat is ja. heel gek genoeg, want was er eerst een 600... En dan dadelijk, wacht even af, uh, oefen, geduld. Dan zal de 500 ja. op het toneel verschijnen. Maar bij dat event was ook de Topolino. Oh, er was ook een Topolino. Ja, dat was alles door elkaar. Dat was heel leuk om te zien. En die gingen met z'n allen een parcours rijden. En dat kwam dan op zo'n plein bij elkaar. Ah, oké. Okay. Allemaal zo'n, dat is leuk om te zien, zo'n plein vol met al die autootjes. Allemaal verschillende kleurtjes. Ja, maar vrij kleine autootjes natuurlijk. Ja. Want van al deze auto's was de 600 de grootste. Dat was een auto met zelfdragende carrosserie motor achterin nu, de Topolino had het motortje voorin, de Fiat 600 had hem achterin, een luchtgekoelde, sorry, watergekoelde viercilinder motor. Het was wel een ietsje grotere auto dan de Topolino, maar niet zo verschrikkelijk groot. Ik ben ooit achterin een Fiat 600 vervoerd van Utrecht naar Amsterdam en ik moet zeggen dat ik, dat ik het gedurende enige dagen een lichte invaliditeit heb moeten overwinnen. Want je moest je wel heel ongewikkeld opvouwen. Ik had wel de indruk dat. De modale Italiaan beduidend kleiner was dan de modale Nederlander. Ja, ik kon het zeggen, hij is gemaakt als familieauto, toch? Ja, zeker. Zelfs de Topolino, die nog weer een maatje kleiner was, dan zijn die Italiaanse families ook nog drie kinderen achterin te hebben weten proppen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, is raadselachtig. Maar dat scheen te gebeuren als je maar stapelt dan ik ja. nou ja, wil dat in principe duidelijk. De, de deuren in Italiaanse huizen liggen ook lager, dus die mensen zullen gewoon. Lukken. Ja, god, de Italianen zijn toen hier, die eerste Italiaanse <coughs> gastarbeiders dus verschenen. He, Sicilianen en zo, dat, die, zijn gewoon, die waren gewoon 25 centimeter kleiner dan wij. Nou zijn de Nederlanders, is het, dat zijn dat is het langste volk op aarde. Uh, dus de, wat, bij ons, wat ons betreft, de, wij steken er echt met kop en schouders bovenuit. Waar je ziet hoe gezond wij kennelijk onszelf voeden enzovoort enzovoort. Ja, dat was de 600. Het, ik moet zeggen, de, de invaliditeit deed een beetje denken aan mijn vlucht met de KLM. Van Schiphol naar Los Angeles. Dat is een ononderbroken on vlucht tegenwoordig. Hè. Je gaat geloof ik via de Pool. Ga je dan, de kortste route. Ja. ja, je realiseert je dat niet. Maar het is natuurlijk een bol. De wereld is een bol. Al heb je tegenwoordig ook. Ook onder de 15% is een vereniging voor de platte aarde. Dus ja, je kunt er alle kanten mee op worden. Je neemt iets wat evident het geval is en vervolgens beweer je dat het helemaal niet zo is. Dat is eigenlijk de 15% ten voeten uit. Kennelijk hebben ze daar een soort van kromme behoefte aan, als het ware. En na die elf uur, want dat is een elf uur durende vlucht, klom ik eruit in, in Los Angeles. En Ik, ik heb echt, echt meerdere dagen kreupel gelopen. Ik heb <laughs> ook, ja, ik belde mijn vrouw op dat ik daar veilig was gearriveerd. Ik zei, ik begin wel een proces tegen de KLM. Ja, dat ze je dwingt, dat was economy class. Ik ging er notabene voor de universiteit. Ging Ik redes, lezingen houden voor Nederlandse experts in... in Los Angeles op zichzelf een hoogst interessante ervaring. Ja, dat was ook die, dat waren... Ik ben daar een dag of tien of zo geweest, misschien iets langer. En ik heb in die, in die dagen geen enkele wolk gezien. En tenslotte werd ik zo zenuwachtig dat ik mijn vrouw gebeld heb... of er in Nederland nog lekkere wolken waren. En toen wist ik ook zeker... Nooit zou ik willen leven in een klimaat waar, waar je sorry. Je weet het, snotter, blijf thuis. Man, 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 ik ben altijd verkouden. Um, Dat geeft niks, je hebt zelf zakdoekjes bij hè? Ja, ik heb zakdoekjes oh. bij me, als het goed is. En je Zeker. weet het? Ja, er zijn er nog wolken, er zijn er lekkere wolken op dit moment. Valt er misschien een beetje regen, is het, is het misschien een beetje winderig? Nou. Ik, dat Californische klimaat niet waar, dat wordt door velen het mooiste klimaat ter ja. wereld gezien. Niets voor mij, helemaal niets voor mij, geen wolk gezien. Ik was zo blij dat ik weer terug was. Goed, dus ja, ik heb geen proces tegen de KLM aangespannen, maar dat je toch tegenwoordig in die vliegtuigen, en dan moet je weten, in mijn jeugd werd dat vliegen, dat werd, dat werd. Dat, dat, dat was zoiets heerlijks. En dan krijg je heerlijk eten aan boord. En het was zo'n ongekende luxe. En je zag ook altijd plaatjes van beeldschone vrouwen die trippeltrappel in zo'n vliegtuig gingen zitten en zo. En dan ga je zelf vliegen en dan moet je Economy class vliegen. En dan zit je met, met 600 mensen niet waar opgepopt in, in zo'n aluminium pijpelaar. Ja, dat is natuurlijk toch wel een hele. Ik vind het ook niet fijn hoor. Het is, het is verschrikkelijk. Om ik te begrijp zeggen... het wel, het zal allemaal wel economisch verantwoord zijn, maar je kunt dat mensen toch niet aandoen. Hoe vaak zit er een meneer voor je niet waar die 200 pond weegt en die klapt zijn <laughs> stoel met één dreun naar achteren en dan snurkt hij hele, de hele transatlantische vlucht. Ik ga tegenwoordig ook alleen als ik eerst de klas kan vliegen. Anders doe ik het niet. Ja, nee. huilende kinderen. Vliegen is iets verschrikkelijks. Dat ze dat hebben weten te verkopen als luxe. Dat is, ja, misschien toen alleen de rijke Stinkers nog vlogen, dat sluit ik niet uit. Maar tegen de tijd dat ik erin kwam te zitten, was het een ruil. en dan nog, ik beschouw het nog als een... en dan die luchthavens. Hè? Als je denkt dat, dat een afschuwelijke plek als Schiphol, dat die voortdurend in het verleden gekozen is tot de prettigste luchthaven ter wereld, kun je je een beetje voorstellen, niet waar wat een hels die andere luchthavens ja. waren. Nou, nu is het volgens mij uh, Singapore, hè? want daar hebben ze een heel oerwoud en zo op het vliegveld. Oh, nou ja, dat is mooi. Er zitten ook tijgers in en zo. Ja, nou, vast wel, dat is een hele attractie. Het is een attractie, oké. Okay. Maar ja, daar kom je ook niet voor, toch? Nou ja, maar als je het uh, enigszins. Er zijn wel heel veel mensen die het heel prettig vinden, hè? de sfeer die hangt op een luchthaven. Echt waar? Ja, want er gebeurt iets en allemaal mensen die onderweg zijn. Dat geeft je ziet de mensen in de meest ongelukkige positie slapen, omdat die stomme klotenvluchten uitgesteld zijn, gecanceld, weet ik veel. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik, dat ik op Schiphol aankwam. Ik zou naar Boston vliegen. En, en ik, ik zei tegen de juffrouw. Eh, eh, heb ik nog even tijd om koffie te drinken? Waarop zij koeltjes zei. Uw vlucht is gecanceld. Ik zei: Ja, waarom? Ja, dat wisten zij ook niet precies. <laughs> ik was woedend, kan je maar zeggen. Ik, 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 kan, kon, ik kan daar slecht tegen. Hè? Want je, ben, je merkt plotseling dat je totaal afhankelijk bent van een. Van een ...niet te manipuleren instellen die door krankzinnigen gerund wordt... ...namelijk de internationale reisindustrie. Dus ja, ik maar werd ontzettend boos. En ze, nou ja, als ik zo boos werd dan... ...er bleek heel merkwaardig in de, in, de, in de krochten van Schiphol... ...bleek een boekingsbureau te zijn voor vluchten. En daar werd ik naar verwezen en daar... Ik heb mijn stelling over Schiphol, dacht ik alles verdedigd. dat Schiphol staat, zoals je weet, vol met aantrekkelijke jonge vrouwen in blauwe jasjes. Dat die zijn van de KLM geloof ik. Ja. Die, daar heb je niks aan. Die weten ook niks en die kunnen niks. Die maar die staan, zijn wel vriendelijk heb je toch? Ja, een schatte van meisjes zonder meer, maar die hebt er niks aan. Maar in dat boekingsbureau werkten twee wat oudere dames. Dus ik zou altijd zeggen, als je op Schiphol bent en je zit in de penarie, spreek dames aan van 50 plus. Dan weet je zeker, die hebben er verstand van, die zijn kordaat. Die staan niet meer mooi te wezen, zitten ook niet meer mooi te wezen. Die doen gewoon werk wat ze moeten doen. En verdomd zeg ik, heb daar denk ik een minuut of veertig gezeten. Of ze hadden mij in allerlei ingewikkelde manieren overgeboekt. Ik ben eerst weliswaar naar hier vroeger gevlogen. En daar moest ik overstappen. En tenslotte was ik toch redelijk op tijd in Boston. Maar dit is ook weer een typisch vliegavontuur. Het is, het, het is altijd wat. Er is altijd vertraging. Ik moest nog eens in zo'n Fokker Friendship Moest ik naar, hoe heet het? Naar, naar, wat is dat ding? Naar de Midlands in, in Engeland. Yeah. En terwijl wij daar zaten werd er al omgeroepen: ja, het toestel zou licht vertraagd vertrekken. En inderdaad, er verscheen een soort van jeep met monteurs erin. die. Haalde die, dat was zo'n bovendekker, die vertje, Friendship. En die begonnen die motor uit elkaar te halen. Dat je denkt, als wij daar nou dadelijk in moeten, dan. Ja, een beetje vervelend toch. <laughs> anderhalf uur hadden we uitzicht op het mont monteursbedrijf. En tenslotte zijn we ingestapt en weggevlogen, En niet neergestort, want anders had ik hier natuurlijk niet gezeten. Dus ze hebben kennelijk iets goeds gedaan. Maar het is typisch. Ja. Het is typisch iets wat je bij het vliegen overkomt. Ja. Maar ja, je kunt ook op een boot gaan zitten, maar ja, dan doe je er weken over voordat je er bent. Ja, ik heb het al zo overwogen hoor. Vijf dagen schijnt het te zijn. Maar het is vrij prijzig. Vijf dagen naar Amerika? Ja, oh. dat zijn vrachtboten die dus een kleine passagiersaccommodatie hebben dat valt nog voor week. mensen met vliegangst. Hè? Je had toch zo'n voetballer met vliegangst? Die kon nergens heen. Die ging ja. op een boot zitten? Ja, ik ben vergeten wie het was, maar... Als dan een wereldkampioenschap in São Paulo was, ik noem maar wat op, dan kon hij er niet heen. En dan ging hij op zo'n schip? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet dat dat er was. Maar er zijn best veel mensen met vliegangst hoor. Ja, zeker. Ik had ook aanvankelijk vliegangst. Ja, de enige oplossing voor vliegangst is dat je heel veel vliegt. Want dan tenslotte ja, is, is je angst als het ware uitgeput, afgeschaafd, weggeschuurd. Ik weet niet precies hoe je dat zou willen willen noemen, maar dan tenslotte geloof je het wel? Je gaat erin zitten. En het is op, op, op. Niet maar met God zeggen. Ik ben nog steeds een van die mensen, terwijl iedereen ligt te ronken... In, in die afschuwelijke stoelen. Dat bij elke keer dat die motors zijn vibratieniveau veranderen, denken hoe jee, Wat zou dit nou? We zijn midden boven dat Atlantische Oceaan. We kunnen ook niet ergens nog met een glijvlucht heen. Dus het is gewoon plonsgeblazen dadelijk. Maar dan valt het meestal wel weer mee natuurlijk. We kwamen hier vanaf de... Ik weet niet hoe je hier bij het recht kwam. oh ja, de Fiat. Dat had ook zo klein was Ja, dat die Fiat 600. Daar had ik dezelfde ervaringen mee. De Fiat 600. Die is ook die... Dat, dan begint wel degelijk de, zeg maar, de massa automobilisering van Italië. Van die 600 zijn er al 2,5 miljoen gebouwd of zo. En twee jaar later. Dus dan zitten we in 57 verschijnt de Fiat 500, Nuova Cinquecento. Zoals iedereen weet, een, een snoepje, een schat van een autotje, een, een wonderbaarlijk kunstwerk, ook weer het werk van Dante Giacosa, die ook een fantastische prijs heeft gewonnen met dat ding en volkomen terecht. Het was een auto van een, ja, het is het, hoe moet ik dat zeggen? Het, het was een charismatisch autootje. Het was een autootje met een immense natuurlijke attractie. Dat lag aan de proporties van het ding. Het zat heel simpel in elkaar. Echt, echt de simpelste oplossing was voor gekozen. Achterin zat een tweecilinder luchtgekoeld motortje. Ik geloof van, van te, om te beginnen met 13 pk, later ietsje meer. Veel harder dan 100 kon je met dat ding niet rijden. Je ziet ze nog vrij, vrij vaak staan. Er zijn er tenslotte ruim 4 miljoen van vervaardigd. En wat natuurlijk nog interessanter is: dat, dat ding is tenslotte geproduceerd, tot. Ik denk in de vroege jaren 70 of zo, tot zoiets. Tot zo en toen is hij opgevolgd door de Fiat 126. Als je daar enige voorstelling voor hebt, een, een autootje zonder enige vorm van charisma. Hoe je zo'n prutswerkje af kunt leveren nadat je eerst zoiets briljants hebt gemaakt. Zelf ingenieur? Nee, niet, nee, Dante Giacosa is met pensioen gegaan in 1970. Dus die heeft daar. Ik kan me niet voorstellen dat Giacosa zo'n waardeloos product goed zou hebben gekeurd. Dat ding werd, is nog heel lang in Polen geproduceerd, in Oost-Europa. Fiat heeft sowieso. Verschillende malen complete fabrieken aan, het, aan de communisten geleverd, want die konden zelf geen normale auto bouwen. Dus die kochten niet alleen een modelletje, maar ook gewoon een hele fabriek erbij. Denk aan, aan de Fiat 124, ook een succesvolle auto. Hoe ver zijn we nu? We zijn nu bij de Fiat 500. Ja, het opmerkelijk is natuurlijk dat Fiat veel later, ik geloof in 2007, hebben ze een nieuwe Fiat 500 gebouwd. In feite een totaal andere auto dan die, dan die klei, hele kleine Fiat van de jaren 50. Twee keer zo zwaar, twee keer zo groot, maar met de proporties van die oude. En dat waren charismatische, briljante proporties. Dus die nieuwe Fiat is 500. Die is hartstikke veel, zoals je weet. En die kun je dan bestellen met witte wieltjes en een lichtblauw Carlsenrietje en allerlei poppenkasten binnenin en zo. Terwijl de 500. De 500 zelf was doodsimpel van binnen. Echt eenvoudiger kreeg je het niet. Uh, ik heb ben ooit in uh, mijn vakantie geweest met zo'n ding in de Ardennen. Ja, ik had wel wat met de Fiat 500. Het puntje was wel dat de versnellingsbank niet volledig gesynchroniseerd was. Dus je moest vrij regelmatig tussengas geven. En dan kon je pas schakelen. Vooral als je naar beneden schakelde, natuurlijk. Hij reed wel lekker. Dat is iets wat natuurlijk geleidelijk aan de zoek geraakt, is namelijk het, het fantastische gevoel van een lichte auto. Ja, dat, die, die Renault 4 van mijn moeder, waar ik het wel eens over hard heb, geloof Dat ding woog 600 kilo. Nou, dat, dat voelt als een balletdanser aan. Tegenwoordig een beetje een solide middenklasse, die weegt 1500 kilo. Ja, laat staan een beetje een iets groter auto, dan zit je al heel gauw tegen de 2 ton aan tegenwoordig. Dat heeft ook te maken met. Veiligheidsconstructies en botskooien en nou allemaal dat soort van dingen, maar toch, ze zijn veel zwaarder geworden. Nou, die Fiat, de Fiat 500 van 57, woog 500 kilo. Dat is net alsof je met een viertje rijdt, hè? met een vogelveertje rijdt. Wat mer hoe merk je dat dan? Ja, dat, dat, is iets, dat is iets onbeschrijfelijk. Dat geeft een gevoel van... Van, van verrassing en opluchting dat dat ding niet zo zwaar en groot is. Ik weet dat toen ik nog de Citroën C6 had, En, en die stond nog wel eens in de garage, en ik kreeg altijd zo'n zo Citroën C1 cadeau. In feite is dat een Toyota IGO met, met een Citroën neusje en een Citroën lichtje achterop. Maar goed, het is, uh, en dat is een drie cilindertje. Heel, heel leuk, drie cilindertje. Een fijn geluidje. Een drie cilinder maakt een fijn geluidje. En dan was ik ook altijd toch gecharmeerd van als ik dan met dat ding naar huis rijd en dan aan het eind van de dag weer terug naar de garage. Ik geef toe, ik zou er niet graag een rit van 300 kilometer mee maken. Maar het, het, een kleine lichte auto is, is, heeft charmes die, die al die moderne, een beetje suffige, olifantachtige auto's totaal niet hebben. Overigens nog even het interieur van die uh, Fiat. Uh, dat was ook heel kenmerkend en met het bankje, uh, oh, uh, toch? De, de bekleding van de bank en de stoeltjes. Hele... Nou, dat herinner ik eigenlijk niet zo, maar bijvoorbeeld het dashboard was doodsimpel. Ja. Dat was alleen één zo'n ding waar, waar dat in stond hoe had je rijdt en ik, misschien op dat uh, oververhitting van de motor. Daar ben ik eigenlijk vergeten. Maar daar was nauwelijks iets. Uh, daar zat nauwelijks iets in. Ja. En voorin zat je relatief. Precies. Ruim, ja. Achterin moest je dan die kinderen eerst een beetje straf zagen en dan stapelen. Ja. Dan, dan kon er wel wat in, maar veel was natuurlijk niet. Het was ook bedoeld als stadsautootje. Dat moet er wel bij gezegd worden. Ja. En we gaan nog even door op Dante Giacosa en dan laten we Fiat voor wat het is. Eh, het is wonderlijk natuurlijk te realiseren dat begin jaren 70 Fiat meer auto's produceerde dan Volkswagen Concern. Tegenwoordig kan Fiat niet eens meer in de schaduw staan van het Volkswagen-concern, wat natuurlijk ondertussen de ene grootste autoproducent ter wereld is geworden. Daar zie je aan hoe de kansen kunnen keren in de auto-industrie. Ik zwijg nog van de Engelse auto-industrie, die simpelweg compleet en totaal verdwenen is. Dat, dat is pas een prestatie van, van, de, van de eerste klas, hoe je dat voor elkaar krijgt. Want uh, Giacosa, die... Die was enorm geschrokken, eigenlijk van de mini. Want hij realiseerde zich dat hij, dat hij zelf eigenlijk weliswaar geweldige autootjes had gebouwd in de jaren 50, maar dat hij niet consequent genoeg. Dat hij niet consequent genoeg had nagedacht over hoe je dat nou zo efficiënt mogelijk zou kunnen doen door de motor, dat heeft over gehad, dwars te zetten. Ja. Uh, en, en hij had zelf in 1947 ook wel eens gedacht: van. Is, is, zou, zou de motor dwars erin kunnen worden gezet. Maar hij had dat niet doorgezet. Had hij verschrikkelijk spijt van. En toen heeft hij eigenlijk op de valreep van zijn pensioen nog een Fiat ontworpen. Namelijk de 128. Fiat 128. Misschien wel zijn meest succesvolle ontwerp. Want in die 128 ze dus heeft hij ook de motor dwars voorin gezet, maar iets anders, iets efficiënter opgezet dan in de Mini in feite. De, de 418 was wel een iets grotere auto, laten we zeggen van golfformaat ongeveer. Ik denk dat hij op de markt kwam in 1969, lang voor de golf, laten we dat wel opmerken. En Giacosa had een gedurfde constructie gebruikt waarbij de aandrijfassen voorin van ongelijke lengte waren. Dus aan de ene kant kort en aan de andere kant was die iets langer. Daar hadden ze ook wel wat mee geëxperimenteerd op een, op een ander modelletje. Dat werkte fantastisch goed. En eigenlijk deze oplossing van Giacosa is vervolgens door alle andere voorwielaandrijvers met dwarsgeplaatste motoren overgenomen. Denk aan de Golf die in allerlei opzichten het meest succesvolle voorbeeld is geworden van... Uh, van, de, van deze manier van het construeren. De 128 was ook een groot succes. Eigenlijk een van de, volgens mij een van de laatste grote successen van Fiat. Voordat ze weer met die, met die nieuwe 500, die nieuwe veel grotere 500 kwamen. Dus Giacosa die verdient een prijsje. Die heeft hij ook gewonnen. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Maar hij is zeker even belangrijk geweest voor de autotechniek. Als Ferdinand Porsche bijvoorbeeld. En dat lees je eigenlijk maar zelden. Het is toch, ja, ik weet niet, bij Italië denken mensen geloof ik alleen aan Ferraris en Lamborghinis en de Tomazos en uh, die hele club van, van de rommelkasten. Uh, dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Vroeger werden Ferraris al er heel erg slordig in elkaar gezet, tegenwoordig niet. En je weet, aan duurauto's wordt veel meer verdiend dan aan goedkope auto's. Je kunt bij duurauto's, in feite is het te gek wat de gekte vergeeft, daar komt het op ja, neer. Er waren nog een paar vragen ook over het schakelen. Je hebt het gehad over het ha handschakelen. Hè? En er was een man die, die, die heeft een stelling dat handschakelen efficiënter is dan bijvoorbeeld automaat. Dat is onzin. Dat kan je weer zeggen, maar het is gewoon onzin. Dat we zeggen: dit is ongetwijfeld een man die vindt dat hij zelf fantastisch kan schakelen. Maar als je ooit bij een oudere tante bent meegereden met een bak, dan weet je dus dat dat schakelen voor heel veel mensen een volstrekt onoverkomelijk probleem is en omdat ze niks begrijpen van de motorkarakteristiek we kunnen ze ook niet schakelen. En bovendien ja, een echte traploze versnellingsbak is het meest efficiënte wat je, je voor kunt stellen. Dat die autobladen daar altijd weer antipropaganda tegen maken. Ja, dat ligt aan de autobladen, dat heb ik je ook uitgelegd ja, conservatief. Nou nee, dat die willen gaan. Ja. Lekker, lekker, fijn nou, dat is door de bak heen, even... toch? Ja, dat vinden ze lekker, maar het is, het is niet efficiënt. Ik ben voor efficiënte auto's. En een automaat, automatische, is efficiënt? Moderne automaten zijn enorm efficiënt. Je had vroeger al die Amerikaanse koppelomvormers. Dat gaat met olie en zo. Nou, dat, daar, daar, daar gingen echt enorme hoeveelheden pk's verloren in, in het automatische mechaniek. Maar dat is nergens voor nodig. Je hebt tegenwoordig die Volkswagen... Versnellingsbakken die zijn, die zijn enorm efficiënt. Maar nog efficiënter is, daar hebben we het over gehad, de Vario Variomatic. Want het enige autootje wat we natuurlijk niet besproken hebben. is ons meesterlijke du Nederlandse product, de DAF. En de dafo deel. Er is wel een vraag over gekomen, inderdaad. Dat ging ja, over die vrachtwagen. En, en, ja, dat ik, ik vond dat je dat. Het dat, dat was een leuk idee. Die VarioMatic is een briljant idee, dat bestaat ook nog steeds, dat is verder ontwikkeld, dat is niet vergeten of zo. Dat speelt een zekere rol in de auto-industrie. Maar er zijn, kijk de DAF is nooit doorgebroken als zo'n zo miljoenen producten. Als bijvoorbeeld, nou ook deze Fiat's waar we het over gehad hebben 600, 500, 1100, 800, 128, allemaal enorm succesvolle auto's. De DAF ja. is toch in hoge mate beperkt gebleven. ...tot de Nederlandse markt. Ja, en is het succes ook deels van zo'n... Uh, ...ook van zo'n Fiat is natuurlijk de prijs hè? De prijsstelling, want, want hoe goedkoper ja. die is... ...hoe interessanter die Zeker. is voor... Zeker, en... ...wil je de prijs ook redelijk houden... ...een redelijk niveau... ...dat was ook een van de problemen van Ferdinand Porsche... ...met de, met de Volkswagen... ...de eerste kracht door Freudewagen natuurlijk... ...dat je een enorm efficiënt... ...productieproces wil hebben... Want dat draagt enorm bij aan een redelijke prijs. En ik denk zeker tot ver in de jaren 50 waren de konden de Amerikanen veel efficiënter produceren dan in Europa. En tenslotte hebben de Japanners en de Duitsers, maar aanvankelijk toch wel de Japanners, laten zien. dat je nog veel efficiënter kon produceren. Dat niet alleen efficiënter, maar ook kwalitatief van veel hoogwaardiger aard. Ja. Heel veel Japanse auto's hebben het ook over gehad. Hebben een ongekende reputatie op het punt van soliditeit en gebrek aan ja. mankementen. Ja. En wat is een gezonde winstmarge die een fabrikant op zo'n auto kan zetten? Nou, ik denk dat op veel van, veel van de auto's die wij besproken hebben, zijn de marges klein. Dus moet je veel maar Ja, je maakt er 5 miljoen, dus dan, ja. dan, dat scheelt dan weer. Maar waar heb je het dan over? Hoeveel procent? Ik heb geen idee wat de marges zijn. Ja. Maar de... Dat wordt beweerd, er wordt beweerd. ...dat de mini altijd met verlies gebouwd is. Ondanks het feit dat ze er miljoenen gemaakt hebben. Of dat waar is, dat weet ik niet. Maar wat zou daar dan... Luisteraar, ik roep u op. Misschien is er iemand die het cijfermateriaal heeft om dit aan te tonen... ...of juist het aan te tonen dat het niet zo is. Misschien Wikipedia. Dat zou kunnen. Weet ik niet, ook de Wikipedia. <laughs> Kijk, als we even in algemene zin de autojournalistiek bezien... Dan zul je zien dat het gaat altijd over de vorm van de carrosserie. En of de motor wel lekker bromt. En hoeveel pk's die heeft. Er staat altijd bij: hoe hard ze van 0 naar 100 gaan. Of dat. Hoe vaak ga, geef jij echt vol gas van 0 tot 100? Dat doe je nooit In de natuurlijk. In een elektrische auto wel, want dan kun je dat zo lekker doen. Alle mensen met elektrische auto's beginnen ermee dat ze hun kennis laten zien. Dat het stomme ding inderdaad in 105 seconden van 0 naar 100 kan optrekken. Overigens verschijnt er volgens mij dan in het scherm. Dit moet u niet te vaak doen, want uw batterij loopt al erg snel leeg ja. op deze manier. Ja. Een elektrische auto, als je daar 100 mee rijdt gemiddeld. is die echt stukken en stukken zuiniger dan wanneer je 130 rijdt na 7 uur s'avonds. Ja. Dat scheelt enorm veel. Ja, ja klopt. Ik heb het één keer gehad, toen was ik bijna in Utrecht, maar dan moest, was de batterij leeg, moest ik opnieuw beginnen op zo'n parkeerterrein op zaterdagavond om 11 uur nog gaan staan laden. Want anders ja, kwam nee, ik niet thuis. Precies, daar heb je dan. Maar je hebt dus een elektrische auto gehad. Nee, nee, nee. Dat had ik met iemand. Ik had een auto van iemand anders, even want dat was elektrisch. Dus oh. uh, nou ja, het rijdt best lekker daar niet ja, van. Maar nog even over die marges. Je ziet bij Tesla, dus die is gelagerd nog niet echt in om het heel efficiënt te Nee, die waren, die waren al een vrij grote producent. En toen verdienden ze er nog geen zak aan. Met die Tesla Type 3 en die is massaal uitgeleverd, daar dacht ik dat is het jaar dat ze voor het eerst behoorlijke winst hebben gemaakt. En bovendien zetten ze ook nog slordig in elkaar. En dus je ziet het, het efficiënte massafabrikage in die zin dat je een kwaliteitsproduct weet af te leveren ondanks de massafabrikage. Dat is een hele lastige klus. Ja. En de Japanners hebben eigenlijk K laten zien hoe je dat op de allerbeste manier kunt doen. Ja. Ik was vorige week bij PON, hebben we ook besproken. En die mensen daar zeiden van eigenlijk alle sectoren hebben te maken met disruptieve technologieën. In de auto-industrie is dat tot nu toe nog niet gebeurd, maar dat gaat er wel aankomen. Er, er gaat iemand komen met een idee en die zet de hele branche op zijn kop. Nou ja, dat is toch al een elektrische auto. Nou ja, maar zij denken dat dat ook te maken heeft met dus, uh, het bezit van een auto. Hè, want het is nog steeds dat je een... Ja, het idee van dat je een eigen auto en dat je twee keer per dag naar buiten loopt en dat je er omheen loopt. En... Zo'n schop tegen de banden geeft, en denkt zo, dat is toch een ding. En je weet dat de buren achter de gordijnen zitten te zeggen: van, hoe is het mogelijk dat die enkel zo'n auto heeft? Dat, dat, ja, dat idee: niet waar de auto als statusvoorwerp, <laughs> dat is denk ik op zijn retour. Dat, is natuurlijk, dat was in Amerika al, volgens mij al vrij lang op zijn retour. Dat mensen echt een bal kan schelen wat voor auto je rijdt. Nou, jongeren hechten meer waarde aan een mooie ervaring dan aan spullen. Nou, dat moet zeggen dat ze, als dat waar is, zeg ik het van harte toe. Dan blijkt de ervaring altijd te zijn dat ze gaan bungee jumpen. En dan moet je zeggen: dat is weer net zo gek als die auto in allerlei opzichten. Nee, maar een mooie reis wordt meer geapprecieerd dan een. een... Er wordt te veel gereisd. Dat is, een vaard, dat is een paal boven water. Als je niet kunt reizen in je eigen buurt, dan, dan deug je als reiziger ook niet. Nee. Dat je per se naar Nepal moet en zo. In de Tibetaanse hooglanden moet verkeren om, om iets te bereiken van de mensheid, daar geloof ik niks van. Ja. Maar Pon heeft bijvoorbeeld de Cupra. Ik weet niet of je die auto kent. De Cupra, dat is een Seat is dat toch? Nou, dat is een auto. Nee, ja, dat kan wel, want dat zit wel bij Polden. De Seat Cupra, is dat? En de dat... Seat is gewoon, en dat is een onderdeel van de Volkswagen-concern. Ja, die importeren zij dus. Ik kan er nog een, een, een schepje bovenop leggen. Ik ben ooit nooit in die Wolfsburg, die fabriek in Wollesboer geweest. Overigens niet een van de meest efficiënte autofabrieken ter wereld, maar toch. Hoe kwam dat? Omdat, nou, die fabriek is dan betrekkelijk oud en heel groot, maar daar, daar werden gewoon Seats gebouwd. Er werden op dat moment geloof ik drie verschillende types gebouwd, dat vond ik wel weer interessant. Mm -hmm. Dus er waren drie productielijnen actief en een van de productielijnen was dat ze daar bezig waren ja met een Spaanse auto te bouwen. Dat was leuk natuurlijk. Ja. Als je ooit in de buurt bent, ga kijken, het is, een, ja. het is spectaculair om te zien. Ja, maar die Cupra kun je dus helemaal online bestellen? Dus dan ga je niet meer in een, in een ja er is wel een showroom, maar dat doe je dus Je helemaal. kunt alle auto's online bestellen, ik heb mijn tweedehands nieuwe auto gewoon online besteld. Ja, enige tijd, nou, je moet even telefoneren en er moet geld overgemaakt worden. En tenslotte verscheen er een man met die auto die ik besteld had in de straat. En Heb je geen en... proefrit gemaakt? Nee. Dat vond je niet belangrijk. Nee, het is een Japanse auto, dus dat is niet nodig. Oké. Okay. Bij een Franse auto moet je natuurlijk wel een proefrit maken: Om te kijken of er niet spontaan een wiel afvalt of zoiets dergelijks. Ja, een beetje maar goed. Oké, okay, dus ja. je, hebt, je hebt hem online besteld. Toen ja. werd hij bezorgd en toen was het oké. Okay. Hetzelfde ja, als je. Nee, nee, die man die reed met mijn oude uh, Citroën, reed die weg. Oké. Okay. En daar kreeg je nog wat voor terug? Zeker. Ik kreeg een, een heel redelijk bedrag. Dat is ongeveer is een beetje wat ik verwacht had ah, Oké, okay. Dus je bent helemaal niet naar een showroom gegaan ook. Nee, helemaal niet. Oh, okay. Dat is midden in de corona-lockdown. Dus dat is hartstikke praktisch. Je zoekt, je zoekt een beetje op het internet. tenslotte zie je. Den, een ding wat in alle, alle opzichten aan je eisen voldoet. Daar kun je heel eenvoudig toetsen. Is de prijs realistisch? Eh, eh, hebben ze de kilometrage niet teruggedraaid? Dat, dat zijn allemaal eh, methodetjes voor. En dan tenslotte druk je op een knop en bel je die man. Zegt we kunnen hem wel hebben. En daar verschijnt hij. In de straat met je auto. En was die van de particulier of was die wel van een uh, garageachtig iets? Bij een garage gekocht. Ja, ja. ja, ja. Okay. Ja, volgens mij werd er in die weken, maanden, uitgebreid geadverteerd van bestel uw auto online en, en ze komen hem brengen. Ja, ja, ja. Omdat ze natuurlijk heel bang waren dat die, dat die tweedehands verkoop, dat viel achteraf allemaal enorm mee, volledig in zou storten. Ja. En mensen die hem willen zien, moeten Boerderij van Dorst even kijken, want daar uh, zit hij in, de auto. Ja, daar zit hij in, ja. De dames waren nogal uh, ver, verbozigd dat ik niet wu wuifde bij het wegrijden. Dat vond ik wel weer geestig. Ja, ja want ze zei ook: ja, zij ze, ze, ze maakte een opmerking dat jij zo laag zat in die auto. Dat je als een soort van sheriff of een soort van maffiabaas aankwam rijden. Ja, ik vind het fijn om uh, die stoel kan heel eind naar achter omgehen. Uh, om de, tot aan de knie gesteund te worden. Niets is erger dan wanneer je been maar halverwege je bovenbeen maar halverwege gesteund wordt. Dus ik heb deze wel. Bijvoorbeeld hier bestaat de mogelijkheid in deze auto bij die stoelen om een, die stoel te verlengen met een drukje op een ander knopje en dan komt er een soort van, soort van extra stukje zitting komt eruit gepiept. Dat schuift er zo uit. Ja, dat schuift eruit. Ja, oh. dat heb je op duur Audi's ook trouwens. Oké. Okay. Ik weet niet jij hebt het waarschijnlijk niet. Nee, maar. dat zit er niet in. Nee. Kijk, maar goed. <laughs> dat zit daarin en dat, dat stelde mij ook uh, gerust natuurlijk. <laughs> Oké, okay. dat had je natuurlijk allemaal van tevoren had je dat, uh, uitge... Ja, ik wist dat. Oh, dit ik is wil... hem, hè? Dit is hem, dit hier. Is hem ja. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik wist wat ik wilde hebben. Ja, ja. en hoeveel kilometer staat op de teller dan? Toen ik hem kort uh, oh, iets over de 50.000. Oh, okay. Ja, dat is, dat is niks, dat is vrijwel niks. Dus van... Het nee, is een benzine, hè? Het want... is een hybride. Een ja, hybride was het, dat was het, ja. En als je een beetje hergeeft het in, in het, dat is heel handig dat ze dat erin gestopt hadden. Ik had dat alles gezien bij een Prius. Hij geeft heel nauwkeurig aan wat je benzineverbruik is. Dus, en dat, dat werkt toch competitief. Dat werkt competitief in je geest. Dus ik denk altijd: ik moet wel zorgen dat ik onder de 6 liter op de 100 kilometer kom. En dat, dat, dat lukt redelijk. Als ik echt zuinig rijd, dan doe ik wel 5,6, 5,5. Liter, dus dan, dan, dan begin je toch tegen de 1, 20 te, 20, uh, 1 op 20 te lopen. Dat is natuurlijk voor een grote, zware auto is dat wel vrij bijzonder. Ja. Daarvoor moet ik wel enorm sloomrijden. Ja. Dus dat ik ook wel eens getoeter achter mij. <laughs> ja, dat doet denken aan, niet dat waren verhaal van Jan Mulder. Ik geloof dat het Jan Mulder was, die was... Die reed in een of andere woonwijk. waar je 30 moest rijden. En hij hield zich aan de voorschriften. Dus hij reed 30. En toen werd hij door de politie aangehouden. met de vraag. waarom hij zo langzaam reed. Dat vond ik zo ontzettend lollig, dat idee. Ja. Want mensen ergeren zich enorm. als je rustig rijdt. Is zit jou nooit op. Ja, ja. Op de snelweg. Ja. ja, dat word je. Wat, wat brengt mensen ertoe. om stormende hand. Met, met 80 km per uur. op een rood stoplicht af te rijden? Je ziet dat ding van. Van 200 meter afstand zie je dat de dingen brood staat. Wat heeft het nou voor zin? Ja. En dan denk je, wat een rare. En ja, dan begrijp je dat ze vol op de rem moeten. Het is ook een. Het is van een vooral jonge automobilisten kunnen van een verbijsterende kinderachtigheid zijn. Ja. Wat dat aan, aan verspilde energie moet kosten. Dat, is, dat ja. moet enorm nou ja, zijn. ja, ik zeg overal trajectcontrole, daar ben je er zo vanaf. Hang die camera's overal op, dan gaat iedereen ja, netjes je A27, waar ik de Nederlandse nee, overheid? Nee, de A2. Ja, daar hangt er. Daar is trajectcontrole. Nee, ik bedoel, de A27 is geen trajectcontrole. Nee, precies, daar is het niet. Nee. Dan, dan rijd ik met mijn sukkelachtige, hoe heet het, auto 100 naar Wildersum. En dan komen ze hier voorbij knallen. Nou ja, gewoon overdag. Ik heb het hier over, weet je, naar Wildersum voor de slimste mens. Dat is dus zeg maar de half twaalf, twaalf, twaalf uur. Dus dan rijden je gewoon 140, 150, ik weet niet hoe hard, ik zou wel niet rijden daar. Maar zie je het ooit voor je dat je met deelauto's zou gaan werken? Ja, ik heb er geen principieel bezwaar tegen. Ik weet dat ik het er moeilijk mee zal hebben, maar ik heb er geen principieel bezwaar tegen. Ja. Ik moet je bekennen dat ik ooit met iemand anders een deelauto, van niet dat, met mijn auto gedeeld heb met iemand anders en... Dat, dat de hele zaak. En, en ook het feit dat je voortdurend aan, aan, aan drie, drie centen moest denken. Dat ik tenslotte dacht, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb hem verkocht. <laughs> Zodat het probleem meteen was opgelost. Ja. Mijn vrouw had toen al een leaseauto auto gekregen. Ja, okay. Hé, hey, wat zullen we doen? We hebben. Um... Ik weet niet hoeveel tijd we nu al niet verleuterd hebben. 1 uur en 20 minuten. Pot voor drie, En dan moeten we eigenlijk nog die strips doen. Of zullen we dat maar. Dat kunnen we ook de volgende keer doen. Zullen we dat uitstellen? Ja, dat kan. Ja, ik moet nog even een scenario van de slimste mens van morgen doornemen. Oké, okay. oké. Okay. Oh, je moet dat voorbereiden. Ik dacht dat je daar gewoon ging zitten. Zo werkt dat helemaal niet. Dat dacht ik. Nee, er zijn feitelijke vragen die je in principe niet uit het hoofd kunt beantwoorden. Oh, ik dacht dat echt gewoon dat je daar ging zitten en je dacht, ik zie het wel wat er gebeurt. Nee, nee zo is het echt niet. Ja. Je moet altijd zorgen, onder alle denkbare omstandigheden, dat je behoorlijk bent voorbereid. Ja. Behalve bijvoorbeeld als je op het toneel gaat staan, want dan heb je het zelf in de hand. Dan is natuurlijk dit, 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 is oh, dat, dit er is... hier is een redactie en dan worden allerlei dingen gevraagd. Ja. Wat, wat, ik mag natuurlijk niet verklappen. Nee, Want je ik, moet het niet doen. Niet doen ik word. dacht, ik ga even een ontzettend leuk voorbeeld geven. Nee, doe maar, dat niet. Dan wordt Philip zo beter en de redactie die vindt ja, het niet ja, leuk. Ja, die worden dan boos ja. als ik dat doe. Ze hadden wel hele leuke taartjes voor je verjaardag. Met, ja, uh, vond je niet? Ja, het zag er leuk uit. Kunnen we misschien nog één vraag doen? Dan sluiten we met van Ed van der Eijk. Ja, dit is natuurlijk het koningshuis. Waarom hebben wij Nederlanders vaak kritiek op het koningshuis, maar zijn we er blijkbaar toch stiekem dol op, gezien alle euforie? Ja, nou ja, dat, ik ja. weet niet of dat voor de betrokkenen geldt, voor de vragen stellen. Ik ben helemaal niet dol op het koningshuis en iedereen weet dat ik het garne zou willen afschaffen. Ik heb niets persoonlijk tegen de betrokkenen. Die zijn ook maar gestuurd. En, ja, die hebben het ongeluk dat ze in die familie geboren zijn. Dus dan moet je wel. Je kunt zeggen ik heb geen zin, maar dan moet je broer dus dan. In feite zadel je iemand anders op met verdomd vervelend werk. Want het is natuurlijk verdomd vervelend werk. Je mag nooit iets zelf verzinnen. Het, het is, je, je weet, ze hoeven mij een klap te laten. En het, het is allemaal weer verkeerd. En de kranten staan vol met commentaar. Dus in die zin heb ik medelijm met ze. Maar het, het is een zinloze institutie. Die naar mijn idee zelf ingrijpend overleefd heeft. En uh, je zou, we zouden gewoon democratisch... Uh, Gaan we een president kiezen? Uh, voor een achtjarige periode, bijvoorbeeld. Dat lijkt me redelijk. Die ook niks te vertellen heeft daar, niet van. Nee. Ik denk en wel. En hier heb je weer zo iemand die. Dus plotseling vol gas geeft. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Dus hij gaat nu weer naar achter. En dan gaat hij weer heel hard naar voren rijden. Kijk, daar komt hij weer. Ik... Ja, ik, nogmaals. Het sluit allemaal aan op mijn theorie. dat 15% van de Nederlanders niet goed snik is. Er zit er één nee, in dat... auto. Ja. Dat heeft allerlei vormen, in principe. Ja, toen ik voor het eerst in Amerika was, in 1974, dan was ik, werd ik vooral gefrappeerd. Het jammer allemaal begonnen over dat koninklijk huis. Of ze in paleizen woonden. En dat je denkt, wat interesseert het je in godsnaam? Het is totaal onbelangrijk. Ze kenden dat niet. Het is, het is niet veel meer dan een, hoe moet ik dat zeggen, een soort van kermisachtige show die we erop nahouden. En, 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 en dat we een bepaalde familie hebben aangewezen als de producent van, van de soeverein van het land. Ja. Het staatshoofd. Maar ik denk wel dat al die bedrijven die dan meegaan op missies, dat daar wel voor de economie belangrijke deals gesloten worden. Ja, nou ja, goed, maar dat kan voor een president net ja, zo goed natuurlijk. Ook okay, dan heb je niet per se de koning voor hem. Maar misschien dat dat nog net wat uh, ja, charismatischer werkt. Ik weet het niet. Of dat, uh, of dat nee, ik denk is. dat we daar toch op een behoorlijk moment een punt achter moeten ja, okay. zetten. Hey, voor de... Hij heeft het zelf volledig overleefd. Ja. De show van Tivoli. Wat gaan we daar eigenlijk bespreken? Is ja, dat nog een interessante vraag? Want dat moeten we over twee maanden moeten we dat dus ook wel weten. Ja, ze kunnen er nog even over nadenken. Nou, ik denk dat het leuk is om wat vragen uit de zaal te doen. Maar moet we dan eerst een onderwerp uh, doen en dan vragen? Of wil je meteen ja, vragen? Ik doen? denk, laten nou, we dezelfde vorm aanhouden die we hier ook aanhouden. Dus dat, je, dat er wat vragen worden gesteld en dat we een leuk onderwerp doen. Tegen okay. die tijd moeten we een even een leuk onderwerp verzinnen. Ja, dat is goed. De praktijk leert dat dat, dat, dat moeiteloos tot stand komt, een leuk Precies. onderwerp. Ja. Hey, dus de strips nog leuk en sta, lenen en stalen is leuk. Want uh, dat is, uh, dat, dat is natuurlijk, die hebben we helemaal nog niet gedaan. Wel een, heel kort misschien. Nou ja, ik kan iedereen verwijzen naar mijn ongelooflijk leuke college. Drie, drie keer, anderhalf eh, uur. Overleden en stalen. En wat op CD verschenen is. Ja, maar de CD's heeft niemand meer. Hm? Ik kan geen CD's meer afspelen. Ik heb er wel nog heel veel, maar ik kan niet meer. Nou, ik heb gewoon onder mijn grote computer nog een DVD-speler staan. Omdat Apple die niet meelevert met de computer. Nee, dat klopt. Dat heb je zo'n zo ding waar je het in kunt schrijven? Ja, ja, precies. Ja. Heb je ook nog mini En dan kun je ook een CD inspelen. Maakt niet uit. Ja, ja. En, en cassettebandjes? Ik heb trouwens nog een prima CD-spelertje met een hele aardige geluidsinstallatie, net geschikt voor mijn ah, oké okay. Ik heb stapels van die, van die CD-dingen, ja, ja. van die doosjes, hoe heet ja. dat ook alweer? Ja, die hebben we ook nog, CD's. Ja. En, en cassettebandjes. Niks mis mee. De kwaliteit van het geluid, zeker met iemand van mijn leeftijd, is prima. Ja. Heb ik ook, heb je in die auto. Er zit een geluidsinstallatie waar je u tegen zegt. Maar geen CD's meer kun je daarin afspelen. Denk ik. Ja, die kan er ook nog. Dat ben je niet. Ja, zeker. Echt waar? in ja. hier in de, in de dashboard. Zeker. Een prima CD's Hoe spelen. Waarom is erin. die auto dan? Wat? Hoe, van welk jaar is die auto? Van 2016. Dat leveren de Japanners gratis mee. Oh, serieus? Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat dat niemand meer, meer deed, CD's. Nee, also, het is niet dat ik het ooit gebruikt heb, maar het zit er wel in. ja, ja. Oké. Okay. Nou, leuk. Oké, okay, nou, um, ik zou zeggen, uh, dank en succes met de voorbereiding nog. We, we gaan het zien vanaf uh, de, de, herf, de kerstvakantie, hè? de uitzendingen weer. Uh, je bedoelt de slimste oh, mensen. De slimste, ik, ja. 15 december of zo. Uh, ja, leuk. Dat is dus ik denk ergens op een maandag halverwege december en dan tot het eind van januari. Leuk. Oh, zo lang? Ja, dat is altijd zo. Ah, oké. Okay. Het zijn dertig uitzendingen. Zo. Dus dat is 30, het zijn alleen uh, werkdagen. Ja. Nou, er zijn vijf dagen een werkdagen in, de werk, dagen in de week, dus zes weken. Dus van half december tot eind januari. Ja. Dat is juist de enorme charme van het programma. Dat het voor jou, ik, als het weer begint, denk ik: ah, leuk, de slimste mens begint weer. En als het klaar is, dan heb ik ook altijd van zo, mooi, dat zit er weer op. Ja. He, en dan heb je er weer een tijd niks. En volgens mij is dat ook een van de redenen van het succes. Omdat de kijkers ook. He, je ja, denkt, hey, leuk, de slimste mensen en het is weer terug. En dan heb je dertig van die uitzendingen en dan heb je het wel weer gezien. En nou goed, dan houdt het weer wat is het, drie, vier maanden op of zo, vijf ja. maanden. Er gelden heel veel, veel tv-programma's, hè? Ja, Voor vind wie is de Mol ook zo, en Heel veel Bakt. Allemaal hele succesvolle programma's natuurlijk. Ja. Ja. Terwijl die programma's die elke dag zijn, zoals die talkshows, die hebben enorm aan, aan kijkers ingeboet. Dat ja, klopt. Ja, ook door de coronamoeheid, maar je hebt gelijk. Dat zal ook wel een rol spelen, ja, dat ja. denk ik ook wel. Ja. En er zijn ook wel erg veel van die talkshows, natuurlijk. Precies. Dat scheelt ook wel. Ja. als u loopt te zeiken, dan ga ik naar een andere school.